Ik lag nog in bed, dus de telefoon die ging. En ik hoorde dan zo van, ja, met Zonneveld. Ik zei, ja, ja, ik geloofde het niet. Dus ik reageerde zo van, ja, dat zal wel. Ja. Met Joop. Hij zei, je hebt zeer veel talent, weet je dat? Ik zei, nou, meneer Zonneveld, dat kan ik zelf niet over oordelen. Maar dat u het zegt, vind ik wel heel leuk natuurlijk. Hij zegt, ik heb nou je tekst alleen maar gelezen. Hij zegt, er zitten er een paar bij. Die zou ik zo wel willen zingen. Het leven is als een roulette. Het draait mooi, maar het eindigt cru. Je weet nooit waarop je moet zetten. En hoort tot slot, rien ne va plus. U vindt mij zeker wel een rare kerkende vrouw, of niet? Ja? Of een vreemde vogel? Hoe vindt u mij? Vreemde vogel? Mag wel, mag wel. Nee? U vindt me wel aardig? Oh, leuk. Mevrouw, vindt u wel aardig, hoor? Ik vind u ook wel aardig, mevrouw. Is dat uw man? Nee, gelukkig. Nee, moet je luisteren. Ik heb het straks al gezegd. Ze mogen tegen mij alles zeggen. Mijn droom. Van kinds af aan heb ik altijd artiest willen worden. Humoristen, dat sprak me heel erg aan. En ik heb eigenlijk van kinds af aan gedacht, dat zou ik nou ook willen. Voor het publiek staan en die mensen dan laten lachen. Dat klinkt misschien raar, maar dat is zo heerlijk als mensen om je lachen. Vlak na de oorlog wist ik het. Ik denk, dat wil ik gewoon worden. Duimdrop, pijpjes krijt en wit en zwart. Uiteindelijk voor ieder een gebroken hart. Het eerste stapje en het laatste beetje beven. En daar dan tussenin een mensenleven.